Hoi, ik ben Wijkse Shop vandaag en ik ben naar Schoenenleus geweest en de Kruidvat. En het leek me leuk om jullie te laten zien wat ik heb gekocht. Dus als je benieuwd bent, kijk even mee. Ik laat het leukste voor het laatste, tenminste ik vind dat het leukste. Dat is de make-up. Ik ben als eerste naar Schoenenleus geweest. Puur eigenlijk omdat ik er even wilde kijken. Maar ik heb dus ook wat gekocht, want mijn laarzen die ik had, die begonnen toch echt wel een beetje minder te worden. En de rits wilde niet echt helemaal meer goed dicht. Dus ik was wel toe aan nieuwe laarzen. Nu zul je denken van, maar het is augustus, wat de hel doe je met laarzen? Dat klopt, maar alvast voor de winter. En het zijn deze laarzen geworden. Oeh. Het zijn gewoon laarzen, komen toch net onder de knie. En, of tot net onder de knie, nee, ja, iets minder maar. En met een klein hakje. En ze waren oorspronkelijk €45, maar ik moest ze meenemen voor €20. Ja, ik vind dat natuurlijk een hele mooie deal. En ik hou ook niet van hele heftige schoenen of wat dan ook. Vooral bij laarzen denk ik, doe maar lekker simpel. Dat is al goed genoeg. Dus deze voor €20 bij de Schoenenleus. Let niet op mijn haar, ik heb het even naar achteren gedaan, want ik heb het warm. Dan ben ik dus naar de Kruidvat gegaan. Ik was, eigenlijk mijn doel in de stad was gewoon de Kruidvat. Nou hebben wij twee Kruidvat filialen in Hoorn. Ik ben bij allebei geweest. En bij de tweede heb ik niks gekocht. Maar bij de eerste heb ik toch best wel aardig ingeslagen. Ik was €49 kwijt. Catrice en Essence die hebben een aantal producten uit hun assortiment weggedaan. En er zijn nieuwe producten voor teruggekomen. En ik vond het wel leuk om die te kopen. En dan kan ik die reviewen voor jullie. Dus dat heb ik gedaan. En het is dus behoorlijk wat geworden. Maar ten eerste heb ik dit gekocht. Dit is Soft Noga Caramel. Dit is echt... dit is hemels. Ja. Heel erg lekker. Ik zal het zo meteen ook even in de koelkast gaan bewaren. Want het is warm. En dan gaat het smelten. Verder, alles wat erin zit is van de Kruidvat. Ik was dus nog op zoek naar... Ze hebben 3 blush sticks. Die heb ik niet kunnen vinden. En de eye sorbets. Die heb ik ook niet kunnen vinden. En eye pencils ook niet. En nog iets, maar ik weet niet zeker meer wat. Maar ik ga volgende week, woensdag ga ik naar Groningen. Dus ik denk dat ik dan ook gewoon weer ga shoppen bij de Kruidvat. Want daar hebben ze echt een grotere afdeling ook voor make-up en vooral voor Essence. Maar ik heb wel wat dingen gekocht. Zoals jullie misschien wel weten, bij de Kruidvat heb je niet van wat alles is. Het wordt gewoon Make-up Catrice, Make-up Essence genoemd. Ik denk dat je wel hebt zien staan kruidnoten op de tweede regel. Mijn vriend wilde heel graag kruidnoten, nu al. Oké, ik begin met Catrice, lijkt me het makkelijkst. Ik ga, dat zal ik alvast even vertellen, ik ga van niks swatches maken, want ik wil er nog foto's van maken. En ik wil ze gaan reviewen. Nu heb ik dit paletje gekocht. En dit is het concealer palette van Catrice. Het heeft 5 kleurtjes. Dit is niet nieuw, maar ik vond wel dat ik... ik heb deze al een keer geprobeerd, maar ik vond wel dat ik deze moest reviewen voor jullie. Want dit is echt een heel fijn palet. Voor ieder wat wils. Ik weet dat de... Hoe heet die dingen? De prijzen weet ik niet meer. Maar het handige aan Catrice.eu is dat ze de prijzen vermelden. Dus die zal ik in het artikel vermelden. En niet hier, want dat weet ik dus niet. Dan heb ik 2 gezichtsproducten gekocht. Van Catrice dan. Ik heb deze gekocht. Zoals je misschien wel weet, heb ik ook de gewone matte, Infinite Matte heet die, foundation van Catrice. Die bevalt me super goed. En ik heb nu de All Matte Plus Shine Control Makeup Mattifying Long Lasting en Oil Free. Die.
En ik heb hem in de kleur 020 Nude Beige. Waarom? Omdat ik dus van de Infinite Matte de lichtste kleur heb. En die is gewoon iets te licht nu. Dus ja, dat maakt niet uit. Dan heb ik ook de poeder. Van de, precies dezelfde lijn. En dit moet denk ik... De Skin Finish is eruit. Dus ik denk dat deze dan de nieuwste poeder... ja, een beetje moet lijken op die. Van de Skin Finish. En dit is 110 Transparent. Je hebt het ook in echt kleurtjes. Maar ik hou niet zo van gekleurde poeder. Dus deze is prima. Dan... Even kijken. Heb ik... Ja, heb ik deze. En als je misschien vaker mijn filmpjes kijkt... Weet je dat ik één in het koraalkleur heb hiervan. Dat ik daar echt gek op ben. Dit is 070 Pinkerbell. En deze is nieuw. Dat is een nieuwe kleur. En ik had hem ook al geswatcht. Maar hij is er vandoor gegaan. Omdat ik natuurlijk allemaal dingen heb gedaan. Ik vind hem echt heel mooi. Hij is... Echt fel roze gewoon. Iets aan de donkere kant. En ik had nog niet zo'n kleur. En het was de laatste. Dus ik dacht, ik neem hem gelijk mee. Dan. Heb ik nog meer dingen van Catrice? Ja. Ik heb een lipstick. Zal ik natuurlijk nog... Je zult straks zien, ik heb nog meer. En dit was ook een nieuwe kleur. En ik heb eigenlijk een beetje... Over, ja, ik heb heel snel wat gepakt. Maar ik wist dat ik deze wilde. En dat is de 270 Matte Aerial. Dus echt matte, weet je wel. Van niet shiny, maar matte. Je kan het waarschijnlijk niet lezen. De gewone mooie huls van Catrice. En dan is dit de kleur. Het is een beetje een... Ja, het is een paars. Paarsroze. Neigt best wel naar de paars. Maar hij is heel mooi. En volgens mij ook aardig draagbaar. Ik heb hem ook niet geswatcht. Maar ik zag bij Vera Camilla zag ik een swatch op de lippen. En ik vond hem prachtig. Dus ik heb hem gelijk meegenomen. Dan heb ik als laatste voor Catrice heb ik twee nagellakjes. Deze zijn volgens mij niet nieuw. Ik heb deze. Het is een hele donkergroene kleur. Deze, zo'n kleur heb ik nog niet. Deze heet... het is zo lastig als zo'n donker kleur is. 09 Hugo Moss. In plaats van Bos, Moss. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Ik ga kijken de, wat er staat. Use base coat. Dus dat ga ik ook zeker doen. Want anders krijg ik groene nagels. En dan deze. Deze was maar... €1 en dit is 03 Papa Don't Peach. En ik zal hem hier even proberen te laten zien. Want ze hebben natuurlijk zo'n stomme sticker erop geplakt. Ja, ze hebben zo'n... Ik vind het zo irritant. Dan denk ik, plak het lekker hier of zo, weet je. Oh, hallo. Plak het lekker hier of zo, weet je wel. Niet precies op waar ik het kan zien. Nou ja, goed. Deze is... Dan heb ik nog allemaal nieuwe dingen van Essence. Ik vond dat Catrice is natuurlijk wel uitgekomen met nieuwe dingen. Maar minder dan Essence. Essence is echt uitgekomen met leuke dingen ook. Ik heb helaas niet alles kunnen vinden. Maar ik heb wel wat dingen meegenomen. En ik zie dat ik iets verkeerd heb gedaan. Ik heb namelijk deze meegenomen. The All About Matte Oil Free Makeup. Maar kijk de kleur. Matte Sand. Ik hoop echt. Het is de donkerste kleur. Hij stond bij de medium. En dat vind ik heel irritant. Ik ga hem even nog niet swatchen. Want ik wil dus nog even foto's maken. Jammer. Maar ik ga hem wel uittesten. Want ja, misschien is het niet zo heel ernstig. Deze dus. Nou ja, prima. Maakt ook niet uit. Dan heb ik, dit vond ik echt super handig, een French manicure brush. En dat heeft een heel raar pom, ja, hoe heet zo'n ding? Een bovenkantje. Zie? En dan kan je heel gemakkelijk en snel je French manicure, kijk, ik hou ervan, maar ik kan het niet recht. En met deze kun je dat dus heel recht doen. Was ook nieuw. Ik ben heel erg benieuwd. Wat dit gaat doen. Heel fijn. Dan heb ik een nieuwe
Silk Touch Blush. Mijn zusje heeft Adorable gehaald. Maar dit is een nieuwe kleur. En deze heeft Life is a Cherry. A Cherry. Heel leuk patroontje. En het is inderdaad ook best wel een heftige kleur. Hij is wel shimmery, dus daar moet je een beetje mee oppassen. Maar volgens mij is die echt prachtig. Ik heb er echt zin in om deze dingen uit te gaan testen. Wat ik nog wilde was de blush stick. De Sun Club Bronzer. Die heb ik helaas niet kunnen vinden bij mij. En de eye pencils en de eye sorbet. Maar daar ga ik nog even voor kijken. En dan heb ik 6 dingen meegenomen. Waar ik heel blij mee ben. Hoop ik. Ik heb ze niet geswatcht. Ik snap ook echt niet waarom niet. Want we hadden gewoon de tijd. Maar nou ja, goed. 6 lipsticks. De lipsticks zijn veranderd. De nieuwe kleuren zijn veranderd in ieder geval. Even kijken hoor. Ze zitten in een heel mooi classy omhulsel. Het heeft een hele mooie... Ja, de kleur zie je hierop. En ik heb een aantal kleuren. Ik heb ze niet allemaal, want de nude kleuren vond ik dus niet zo heel sprekend. En een paarsige kleur. Nou ja, ik heb deze om uit te proberen. Maar ik heb er wel 6 van meegenomen. Ik heb kleur 01 Coral Culling. Of Culling. Culling, sorry. En dat is echt een heftige. Dit vind ik ontzettend leuk. Het is echt een hele heftige, of hele heftige. Ik weet niet of die heel heftig zal zijn. Maar hij lijkt me prachtig. Mooi koraalkleur. Dan heb ik, even kijken. Heb ik nummer 02. Hoe heet deze? All You Need Is Red. Ik ben de laatste tijd van de rood. Hij ziet er erg oranje uit op het schermpje. Maar dat is die absoluut niet. Het is echt, echt een bloedrood. Gewoon. En ik laat hem even open. Want dan kan ik je gelijk even de vergelijking zien. Met nummer 03 Dare to Wear. Want die lijkt er ongelooflijk op. Kijk, die lijkt wel echt goed felrood. Maar dit is een wat donkerder rood. En dan heb ik hier een vergelijking. Nou, je ziet het wel. Dit is nummertje 02. Dit is nummertje 03. Ziet er prima uit verder. Alleen de ene is fel en de andere is donkere. Heel erg mooi. Dan heb ik even kijken hoor. Heb ik 04. On the Catwalk. En dat is iets een beetje oud roze paarsig. Er zit ook wel iets van bruin in. Prachtig. Je zult hier binnenkort artikelen van vinden. Dan heb ik kleur 08 Color Crush. En deze is heel leuk. Deze is echt super fel. Doet me een beetje denken aan die van Miss Sporty. Maar die kan ik dan even gaan vergelijken desnoods. En dan heb ik kleur Cotton Candy. Ja, en deze is Barbie. Barbie. Gewoon echt Barbie roze. Heel erg leuk. Ik praat weer veel te lang. Goed. Dit waren de lippenstiften. Dit zijn de producten die ik heb gekocht. Dus waar je binnenkort een review over kan vinden. Laat me weten of je voorkeur hebt naar wat er als eerste op de site moet komen. Dan ga ik dat reviewen. Of dat je misschien iets anders ervan wil zien. Ik hoop dat je het leuk vond en bedankt voor het kijken. Doeg!